Oké, ik heb dus net gedoucht. Ik ben bijna jarig. Maar iedereen slaapt al. Dus als ik nu keihard ga schreeuwen omdat ik super blij ben dat ik jarig ben, dat slaat nergens op. Dus ik moet even. Oké, wacht. Dit jaar ga ik mijn verjaardag volledig. Maar ik hoef helemaal niet meer te fluisteren, wat lul ik. Je kan me niet eens goed zien. Dit jaar ga ik mijn verjaardag volledig in stijl vieren. Yeah, boy! Oké, we zijn aangekomen bij mijn. Ik ga mijn kinderfeestje vieren. En we zijn aangekomen op de locatie. Sowieso, deze M staat voor Mattie. Ze hebben mijn dinges al opgehangen. McFlurry, cheeseburger. Kipnuggets, oké, ja, deze belichting, de omstandigheden zijn niet ideaal. Ik wilde namelijk op mijn verjaardag een filmpje uploaden, want dat draaide deze hele challenge, omdat ik tot en met mijn verjaardag 29 mei elke dag een video zou uploaden. Dus was het leuk als ik de laatste video, de afsluitvideo op mijn verjaardag zelf deed. Nou is het zo dat ik morgen om 1:05 op moet. Ja, om 1:05, dus wat een kort nachtje weer. Om naar Parijs te gaan met Rob, Koen en Bas en het wordt vet, we gaan dingen opnemen. Dus ik kan op mijn verjaardag zelf geen filmpje maken, dus ik doe het maar zo. In principe is het op 12 uur mijn verjaardag. Oh, er wordt Mackie gegeten. Nogmaals, ik word niet gesponsord door Mac. Ik had hier gewoon echt, letterlijk gewoon echt heel veel zin in. Ik dacht, dit is gewoon de ideale manier om een verjaardag te vieren als toch iedereen thuis op bed ligt. Maar met het kijken van deze video heb ik de challenge officieel gehaald. Yay! Ik heb net de ene laatste video geüpload om 11:30. Ik ga de comments nu lezen. Ik vond het echt geniaal. Gebakken lucht zegt, yeah, let's go met het 11:30 uploadje. Lijkt als je dacht dat Mattie kaal ging. Het was mijn idee om nog een beetje te shocken. Jammer dat je bijna stopt met dagelijkse upload. Lijkt als je dacht dat hij kaal moest. Ik dacht dat je kaal moest. Mijn shocken is gelukt met het om 11:30 uploaden. Dat vind ik op zich leuk. We zijn hier aan het aftalen naar mijn verjaardag. Maar ik wil nog even wat dingen vertellen natuurlijk over deze maand. Überhaupt waarom ik het heb gedaan. Ik zag veel dingen in de comments over, ja, de belichting is eigenlijk te slecht om te uploaden op YouTube. Dit kan echt niet, maar ik heb gewoon geen andere lucht, jongens. Ik heb veel theorieën gezien over waarom ik dit heb gedaan. De reden dat ik deze challenge heb gedaan is eigenlijk een paar redenen. De eerste is omdat ik ook maar gewoon wat riep in mijn video van een maand geleden. Wist ik voor dat ik 50.000 likes ging halen en ineens zat ik eraan vast. Tweede is, ik wilde altijd al iets terug doen voor mensen die, laat maar zeggen, al 4 jaar of 3 jaar gesubbed zijn, maar die het gewoon echt kut vinden dat ik zo weinig upload. Voor echte fans. Het klinkt zo cringy dit, I know. Maar ik bedoel, dan kun je zeggen van Mattie, waarom upload jij niet gewoon elke dag zonder dit? Kijk, als ik om 12 uur, laat maar zeggen, een video heb opgenomen, maar ik heb nog niks geëdit en ik moet de dag erna om 7 uur op, 12 uur 's avonds heb ik het dan over, ik moet de dag erna om 7 uur op, waarom zou ik dan tot 4 uur in de nacht gaan editen om die video alsnog online te krijgen? Waarom zou ik dat doen als er geen gekke challenge als kaal gaan tegenover staat? Waarom zou je dit dan doen? Ik heb zo'n trigger nodig om een keer echt een maand te knallen. Het klinkt misschien raar, maar zo ben ik nou wel een beetje. Ik stel alles uit. Ja, ik ben eigenlijk gewoon een beetje een laps. Ik heb nu de... Komt er dan serieus iemand naast me staan? Er komt iemand naast me staan. En die gaat gewoon zien dat ik in een camera aan het praten ben. Vind ik heel fijn. Heb ik geen problemen mee. Ik ga mijn McFlurry even eten. Er zijn heel veel mensen die dachten dat ik alsnog kaal ging als ik het haalde. Heb ik een tijdje over getwijfeld. Ik heb gekozen om het toch niet te doen. Ik heb het gewoon gehaald. Dus ik mag mijn kapseltje houden. Ja. Jullie moeten dat kunnen accepteren. Want ik heb nou eenmaal gewonnen. Ik heb die 30 dagen achter elkaar geüpload. Ja, wist je? Ik heb vannacht 15 uur geslapen. Omdat ik de afgelopen week zo elke dag maar zo krap uitkwam met de planning. Dat is echt niet normaal. Dit moet echt mijn leukste verjaardag ooit zijn. Weet je, het is bijna 12 uur en de nuggies zijn opengemaakt. Ik weet niet of dit een duidelijk verhaal is. Ik ben vaak heel onduidelijk in dit soort langere verhalen vertellen. Omdat ik dan eigenlijk moet je een soort voorbereiden met papiertje. En dan standpunten en dan kun je een leuk duidelijk verhaal van maken. Maar ja, het is geen presentatie ook. Blijft YouTube. Deze video is treurig, maar mijn verjaardag is ook treurig. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je me feliciteren? Doe even een duimpje omhoog. Ik wil die like zien. Ik ga maar slapen, want ik moet om 5 uur op. Wat een random filmpje was dit, zeg. En dan doet me dat wat.